Hey beste mensen, mijn naam is Ben van Ashton Music Academy en vandaag ga ik jullie laten zien hoe je in 3 simpele stappen zang kunt mixen in je home studio. En daarvoor ga ik gebruiken een track van mijzelf, die heet You Don't Have To Be Good en die heb ik helemaal in mijn home studio opgenomen. Nou, en zoals je misschien al wel kunt horen en ook kunt zien, zit ik hier letterlijk in een slaapkamer in mijn appartement zonder enige akoestische behandeling, behalve een tapijt dat op de vloer ligt. Dus het is absoluut geen ideale studio-omgeving. Maar de reden waarom ik dat vertel en waarom ik dit zo laat zien, is omdat jij dat waarschijnlijk ook niet hebt. Als jij thuis een home studio hebt, dus een thuisstudio, heb je dus waarschijnlijk ook geen perfecte apparatuur. Je hebt geen perfecte akoestiek. Maar hoe kun je dan toch goede resultaten krijgen? Nou, dat is wat ik je vandaag ga laten zien. En ik zal, voordat ik nog wat meer ga vertellen, eventjes een stukje laten horen van het eindresultaat. Everything in life turns upside down. If you are poor but you're wearing a crown, maybe you feel you don't deserve to be blessed, but you don't have to be good to be the best. Eventjes tot daar. Nou, ik hoop dat je net zoals ik vindt dat deze zang sowieso goed klinkt, maar ook goed verstaanbaar is, dat het helder genoeg is, dat het de juiste sfeer heeft in de mix. En als je dat vindt, dan zal het je misschien verbazen met welke microfoon ik dit heb opgenomen. Dit heb ik niet met een hele dure condensatormicrofoon opgenomen, maar met een hele goedkope Shure SM57. En de reden waarom ik dat daarmee heb opgenomen is, ten eerste, als ik hier met een condensatormicrofoon zang zou opnemen, dan zou die microfoon veel te veel reflecties opvangen. Want nogmaals, ik zit hier gewoon in een slaapkamer, dus het galmt hier een beetje, ik heb allerlei gekke reflecties en een condensatormicrofoon is heel gevoelig, dus die vangt het allemaal op. Maar die dynamische microfoon, wat je op het podium bijvoorbeeld zou gebruiken, die vangt dat allemaal veel minder op, waardoor je een veel droger signaal krijgt. Nou, en als je denkt, ja, dan kan je toch nooit professionele resultaten mee krijgen? Dat is niet waar, want bijvoorbeeld Bono van U2, die neemt zijn zang bijna altijd op met een SM58. En dat is een podiummicrofoon van zo'n 100 euro. En ik heb een 57, een SM57 gebruikt, omdat ik die hier had liggen. En die gebruik je meestal voor het opnemen van elektrische gitaar of van een snare drum. Maar je kan daar ook prima zang mee opnemen. Alleen, hij klinkt wel ontzettend dof. Dat zal ik je even laten horen. Dan zet ik mijn processing uit, dus wat ik ermee gedaan heb. En ik zal het volume iets harder zetten, zodat je goed kunt horen wat het droge signaal is. Everything in life turns upside down. If you are poor, but you're wearing a crown. Oké, eventjes tot daar. Nou, zoals je kunt horen, klinkt dat super dof. Het klinkt heel saai. Het zit weinig detail in. Nou, dus hoe kun je dan toch met een niet optimale opname goede resultaten krijgen? Dat ga ik je laten zien. En de eerste stap die je daarvoor gaat gebruiken is EQ. En daarvoor gebruik ik vandaag een SSL EQ van Slate Digital. Maar het maakt niet uit wat je thuis gebruikt. Als je gewoon de EQ gebruikt die al gratis bij je programma komt, of dat nou Pro Tools, Logic, Cubase of Ableton is, dan is dat ook prima. Het gaat om de principes erachter. En het eerste principe wat ik je wil gaan uitleggen is een high-pass filter. Dit is een filter die ervoor zorgt dat lage frequenties vanaf de frequentie die je instelt eraf gefilterd worden. Want dat laag wat daarin zit, dat hele sublaag, dat heb je eigenlijk niet nodig in een zangopname. En zeker niet wanneer je een liedje hebt waar ook nog een band bij zit. Want dat laag zorgt ervoor dat het heel modderig wordt, dat het heel onduidelijk wordt. Dus dat wil je gewoon afhalen. En ik zal je heel eventjes laten horen hoe dat klinkt. Zet ik de andere EQ moves eventjes uit. Dus ik zet eerst de filter uit. En dan vervolgens draai ik hem erin. Dan kun je horen wat er gebeurt. Everything in life turns upside down. You are poor, but you're wearing a crown. Maybe you feel you don't. Oké,
Als je dat goed hebt kunnen horen, dan hoorde je dat ik hem helemaal doordraaide naar 500 hertz. En toen werd het heel erg dun. Nou, wat ik dan meestal doe, is ik zorg ervoor dat ik hem net zo ver doordraai totdat hij dun wordt. En dan draai ik hem nog weer een stukje terug, zodat je wel nog de volheid behoudt van de zanger of de zangeres. En meestal high-pass ik tussen de 100 en de 150 hertz. Nou, nu ben ik op 130 hertz geëindigd. Maar daardoor ruim je het al een beetje op. De volgende move die ik ga maken, de volgende EQ move, is een high shelf boost. En dat houdt in dat ik het hoog harder ga zetten. Net als dat je misschien op je stereo installatie een knopje hebt voor treble, is dit een vergelijkbaar iets. Dus laten we even gaan luisteren wat het doet. Everything in life turns upside down. If you are poor but you're wearing a crown, maybe you feel you don't deserve to be blessed, but you don't have to be good to be the best. Nou, omdat de microfoon zo ontzettend dof klinkt, heb ik behoorlijk wat geboost, namelijk 8 dB. Maar wees daar niet bang voor. Als het goed klinkt, dan is het ook goed. En misschien heb je wel een microfoon waarbij je iets minder hoog hoeft te boosten. Nou, dat maakt helemaal niet uit, maar luister vooral. Ga niet af op wat ik hier precies instel, maar luister goed naar wat jouw zangopname nodig heeft. Oké, dan ga ik nog één ding doen. Ook omdat het zo'n ongedetailleerde microfoon is, wil ik ietsjes boosten in het middengebied, namelijk op 2 kHz, zodat de verstaanbaarheid nog iets verbeterd wordt. Luister maar. Everything in life turns upside down. If you are poor but you're wearing a crown. Oké, hoorde je wat dat deed als ik hem helemaal tot op het einde draaide? Dat is echt zo'n frequentie die wanneer je het liedje op een kleine speaker luistert, er heel erg doorheen prikt. Dus dat is vaak wel prettig om net een beetje erbij te hebben. Maar nogmaals, luister goed of het het wel nodig heeft. Als het niet nodig is, moet je het niet doen. Ondertussen zet ik hem weer ietsje zachter. Want doordat we allerlei frequenties geboost hebben, het hoog en het middengebied, is het signaal ook weer wat harder geworden. Nou, vervolgens wil ik dat de zang nog beter verstaanbaarder wordt en dat die bovenop de mix ligt, als het ware. En dat is nu nog niet het geval, omdat de ene keer zing ik heel hard en de andere keer zing ik weer heel zacht. Dus soms is de zang te hard en soms is de zang te zacht. Nou, met een compressor kun je dat wat egaliseren. Een compressor die zorgt ervoor dat de harde pieks zachter gemaakt worden, waardoor het signaal in zijn geheel egaler wordt. Nou, dat doe ik vandaag met deze compressor. Dat is een soort 1176-achtige compressor. Maar ook hier geldt weer, pak de compressor die jij al hebt en stel hem zo in dat de attack ongeveer op medium staat. Dus niet te snel, maar ook niet heel langzaam. En de release wel snel, zodat hij hem ook snel weer loslaat. Attack, dat is de tijd die de compressor aanhoudt voordat hij gaat werken. Release is de tijd die de compressor aanhoudt om het signaal weer los te laten. Dus, hoe ik het nu heb ingesteld, wacht hij eventjes met compressen, zodat de eerste klinkers of medeklinkers van een woord er doorheen komen. Die gaat hij nog niet compressen. Daardoor wordt het goed verstaanbaar. Maar hij laat, wanneer hij wel gaat compressen, het ook weer snel los. En daardoor krijgt het wat meer energie. En kun je alles goed verstaan als het goed is. Laten we eens gaan luisteren. Everything in life turns upside down. If you are poor but you're wearing a crown, maybe you feel you don't deserve to be blessed, but you don't have to be good to be the best. Nou, zoals je hoort komt het signaal al veel meer naar voren. Het is haast een beetje alsof de zanger bijna recht voor je gezicht staat te zingen. Ik zeg de zanger, maar dat ben ik zelf. Alsof ik dus recht voor je gezicht staat te zingen. Nou, dat is in het echt misschien niet heel prettig. Maar in een opname is dat juist wel heel wenselijk. Omdat je dan alle nuances van de zanger, van mezelf in dit geval, goed kunt verstaan. En dat wil ik ook, want dit is een singer-songwriter liedje. Waar de tekst en de melodie, de zang, dus eigenlijk het allerbelangrijkste is. Dus ik wil dat die bovenop de mix ligt. Nou, dat kun je doen met compressie. Dus stap 1 is EQ, high pass,
high shelf boost en misschien nog een beetje middengebied boost, zodat het goed verstaanbaar en goed helder is. En stap 2 is compressie. Nou, en daar hoort nog een extra stapje bij in dit geval, want doordat we het hoog zoveel geboost hebben, zijn de S'jes ook meteen iets scherper geworden. Nou, met een de-esser kun je die wat naar beneden halen. Dat is eigenlijk ook een compressor die alleen reageert op de frequentie die je daarop instelt. In dit geval de S'jes. Dus laten we eens even horen wat dat doet. Everything in life turns upside down. If you are poor but you're wearing a crown, maybe you feel you don't deserve to be blessed, but you don't have to be good to be the best. Oké, nou dat is subtiel. Net de S'jes, je ziet ook dat hij daarop reageert. Die worden ietsje zachter, waardoor vooral als je het liedje wat harder zou zetten, het niet ontzettend schel wordt. Oké, dat is stap 2. Dan gaan we naar stap 3. En dat is effecten toevoegen. Want tot nu toe is het nog steeds ontzettend droog. Het klinkt niet zo interessant. En met effecten kunnen we daar wat verandering in aanbrengen. Het eerste wat ik daarmee ga doen, is in dit geval, in dit liedje, een slapback echo toevoegen. En dat is een hele korte delay van 166 milliseconden in dit geval. En daardoor krijgt het een beetje een vintage gevoel. Denk maar aan rockabilly, rock'n'roll, Elvis Presley, Johnny Cash. Dat soort effecten. Dus ik zou laten horen wat dat doet. Everything in life turns upside down. If you are poor but you're wearing a crown. Oké, nou dat zorgt ervoor dat het net even wat diepte krijgt, dat het iets interessanter klinkt ook voor de luisteraar. Dus ik wil dat dat net een beetje erin geblend wordt. En dat doe ik door een send aan te maken en een aux track. Nou, een aux is een soort extra spoor waar je signaal naartoe kunt sturen, pardon, zodat dat toegevoegd wordt. Dus dit is een send en daarmee stuur ik signaal van de zang naar de aux, zodat dat toegevoegd wordt aan het droge signaal. Vervolgens ga ik nog een spring reverb toevoegen. Dat is een galm, een veergalm. Vaak zit dat in een elektrische gitaarversterker. En daarvoor gebruik ik in dit geval gewoon de spring reverb die in Pro Tools zit. Nou, en dat klinkt zo. Everything in life turns upside down. You are poor, but you're wearing a crown. Maybe you feel you don't deserve to be blessed, but you don't have to be good to be the best. Oké, nou dat is dat hele neuzige galmgeluid. En in dit geval, in dit liedje, past dat ontzettend goed. Dus de slapback echo en de spring reverb, die zorgen er allebei voor dat het een heel erg vintage gevoel krijgt. Nou, dat is precies wat ik wil in dit liedje. Maar misschien heeft jouw mix wel een andere galm of delay nodig. En dus luister goed, probeer wat presets uit van galmpjes of delays die goed passen bij jouw mix. Want effecten bepalen heel erg de sfeer en ook het tijdperk waarin het liedje zich bevindt. En daar bedoel ik mee, hier wil ik een beetje een vintage gevoel, met je jaren 50, 60-achtig gevoel benaderen. Maar misschien wil jij juist wel een hele moderne vibe hebben in je mix. Nou, dan moet je niet zulke vintage effecten gaan gebruiken, maar juist weer iets, bijvoorbeeld een hele heldere galm. Dus ga daarmee experimenteren. En dat zijn de 3 stappen die je kunt gebruiken om je home studio vocals heel goed te mixen, zodat ze professioneel klinken. Dus je hoort dus, ik heb hem met een hele goedkope microfoon opgenomen, die eigenlijk helemaal niet bedoeld is voor zang, maar toch klinkt het goed in de mix. Dus stap 1, EQ. Stap 2, compressie. Stap 3, effecten. En dat is het. Laat me hieronder weten wat voor vragen jij hebt, wat jij graag zou willen weten over mixen en opnemen in de home studio. En je kunt hieronder ook mijn gratis stappenplan downloaden voor het mixen. Klik erop en dan zie ik je de volgende keer weer. Ciao!